Weet u al op wie u gaat stemmen op 23 november? Want dan zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen voor Meijerijstad. En met al die nieuwe gezichten is dat best een lastige keuze. Vandaar dat we met Los, TV Meijerij en Skyline dit programma maken om de lijsttrekkers beter te leren kennen. En vandaag is Eus Witloks van Team Meijerijstad te gast. Welkom. Dank u. Ja, wie is Eus Witloks? Eus Witloks is schijndelaar in hart en nieren. Ik ben 57 jaar. Mijn oorspronkelijke baan ligt in Vught, in de gevangenis. Daar werk ik eigenlijk al vanaf 1986. Ik ben een eigen partij begonnen in 2004. Dorp heette die. We zijn naderhand gefuseerd met Algemeen Belang Schijndel. Dus toen werd het Dorp ABS. Vanaf 2014 mag ik wethouder zijn in Schijndel. Met verschillende portefeuilles. Volkshuisvesting, financiën, gezondheid, WMO, dat soort zaken. Ik ben getrouwd. Ik heb 5 kinderen, van 25, 24, 22, 21 en 14, die in Schijndel ook volop in het leven staan, net als ikzelf en mijn vrouw. En vandaar dat ik een jaartje of 10 geleden dacht van, ja, als ik wil dat het goed gaat in Schijndel met de ouderen en de kinderen, dan wordt het toch eens tijd dat ik er zelf ook een steentje aan bijdraag. En toen ben ik de politiek ingegaan. Oké, dus dat was echt de trigger om, het ging toen niet goed volgens u? Niet goed. Feitelijk heb ik mezelf altijd buiten de politiek gehouden. Mijn vader is jarenlang gemeenteraadslid geweest. En die vroeg ook steeds van, kom bij de partij. Maar er is een moment geweest dat ik dacht, toen ik een jaar of 45 was, van nou wil ik mezelf er echt mee gaan bemoeien. Mijn ouders werden wat ouder. Ik kreeg zelf kinderen. En ik kreeg wat ruimte. En ook mijn werk in de gevangenis dacht ik van, goh, het kan ook helemaal fout lopen. Mensen kunnen soms in dingen verzeild raken. En ik denk, hoe komt dat nou toch? Hoe kunnen we dat voorkomen? En toen werd ik gevraagd door iemand en die wist mij ineens te triggeren. Dat ik denk van, ik ga mee, ik ga luisteren. En toen ineens, is het zo gelopen. Dorp en Dorp ABS en nu het Team Meijerijstad. Ja. En die bestaat uit een hele hoop lokale partijen. Ja. Hoe is dat proces verlopen? Want daar zit natuurlijk heel veel verschillende kleuren in. Ja, dat was heel spannend. Dus, ik ben blij dat je dat zo ook zegt. We waren eigenlijk al 2 jaar geleden aan het nadenken, als daar Meijerijstad ontstaat. Alle partijen waren het er overigens over eens, van iedereen wil het fuseren. Waarom willen we dat eigenlijk en hoe gaan we dat dan doen met al die lokale partijen? Straks heb je een keuze uit 20 partijen om op te stemmen. En toen zijn we eigenlijk met z'n allen bij elkaar gaan zitten. En dat heeft 1,5 jaar geduurd om al die programma's en al die verschillen. En dat heeft ook af en toe flink gebotst, zeg maar. En wat wrijving opgeleverd. Maar uiteindelijk heeft die wrijving, zeg maar, zoals ze dat zeggen, tot glans geleid. Ja, dus want ik kan me ook voorstellen, kijk, als je gaat verven en je hebt heel veel verschillende kleuren en je gaat die allemaal door elkaar gebruiken, krijg je op een gegeven moment een bruin-grijze substantie. Ja. Hoe is dat bij jullie partij? Want dat gevaar zit er natuurlijk ook in, dat iedereen iets vindt en dat uiteindelijk allemaal een beetje doodbloed in een compromis. Ja, om dat te voorkomen, daarom zijn gelukkig ook alle kleuren nog apart, hebben we ook eigenlijk bij alle kernen zijn we gaan luisteren. Alle dorpen, alle wijkraden, alle dorpsraden. Van wat willen jullie hier? Waar zitten de strijdpunten? Wat botst met de grotere gemeente? Wat wil je graag behouden? En dan zie je wel, dat is zich wel leuk, want ik ben natuurlijk trots op heel veel dingen die wij in Schijndel gedaan hebben en in Weibos. Maar als ik die dorpen afga, denk ik, iedereen is op zijn eigen manier trots op zaken die ze bereikt hebben. Laten we nou proberen om in die nieuwe grote gemeente al het goede mee te nemen. En dingen waarvan we denken, dat is eigenlijk, dat hebben we niet nodig, dat we dat afstoten en nieuwe dingen ontwikkelen. Kijk, dat lijkt al een beetje de kleurrijk van de Team Meijerijstad. Een heel palet, ja. Wat zal ik nou eens doen? Geel. Moet ik hem zelf even openmaken? Ja, u mag hem zelf openmaken. Nu mag hem even hardop voorlezen, zodat we weten waar het over gaat. Bij harmonisaties van de subsidie is de hoogste subsidie maatgevend. Ja, dus eigenlijk zijn nu 3 gemeenten met allemaal hun eigen subsidiehoogte. Ja, ik snap hem. Die komen natuurlijk gelijk, moeten gelijk getrokken worden. Gaan we dan uit van de hoogste subsidie? Nou, dat zou je natuurlijk zeggen. Maar dat krijg je natuurlijk dadelijk ook met de OZB. We gaan uit van de laagste. En we gaan uit van de laagste kosten. We schaffen hondenbelasting af. Nou, ik denk dat er veel stemmen mee winnen. Daar zal ik heel veel stemmen mee winnen. In een van mijn portefeuilles is financiën. Dat hebben wij waarschijnlijk nog niet zo slecht afgebracht de afgelopen jaren. En ik denk dat we al die zaken op een rijtje moeten zetten. Subsidie is er daar dus één van.
En dan we gaan kijken van, nou, wat kunnen mensen zelf, wat kan de club zelf. Wij zijn qua subsidie denk ik best goed geregeld in Schijndel. Als dat in andere gemeenten beter is geregeld of minder goed geregeld, dan zullen we moeten kijken. Maar we kunnen niet zomaar van alles het hoogste pakken en de lasten van de mensen het laagste. We zullen dat echt moeten harmoniseren. En echt moeten kijken, dus wat kan een club zelf, wat kan een vereniging zelf en hoe kunnen we daar goed op aansluiten. Oké, dus wat is nodig, dat wordt leidinggevend. Ja. Okay. Ja. Duidelijk. Het kan zelf zijn, want dat vind ik ook wel, dat we soms ergens ook verschillen moeten maken. Als we zien van deze club, die komt er echt niet uit. Ja, dan moet je toch echt wel maatwerk gaan leveren. Van hoe kunnen we dat voor zorgen dat je het misschien over een jaar of twee jaar wel zelf kunt. Het kan ook wel eens zeg maar fluctueren, laat ik zo noemen. Mag ik er nog één? Ja, u mag er nog één pakken. Groen. Hartstikke idee. Jongen. Je hebt er werk van gemaakt. Komt ie weer. Het huidige gemeentehuis van Schijndel moet worden gesloopt en plaatsmaken voor winkels, horeca en woningbouw. Interessante stelling. Dat zou namelijk zomaar de uitkomst kunnen zijn. We zijn nu voor de tweede keer komen de rondes met mensen uit Schijndel. Hè, dat we echt een burgerparticipatie doen. Meedoen, om het wat makkelijker te zeggen. Om te gaan kijken, wat zouden jullie willen? Mm-hmm. We willen graag een levendig centrum. Het was in het begin in Schijndel even schrikken van, oh, we raken het gemeentehuis kwijt. Anderzijds, als ik over de markt loop in Schijndel, of s'avonds, dan denk ik ook wel eens, god, wat jammer dat hier s'avonds niks te doen is en het weekend. Want ambtenaren die werken in het weekend niet, die gaan om 5 uur naar huis. Wat daaruit komt, weet ik niet. Maar ik hoop wel, de dingen die hier staan, daar zou ik wel, ben ik zelf wel een beetje blij mee. Als daar woningbouw zou komen, mensen gaan wonen, die een lampje aandoen, waarvan je denkt, van, het is hier wat levendig. En winkels en horeca in zou komen, als daar onze burgers voor kiezen. Dan lijkt me dat ook vrij logisch. Of dan het gebouw overigens gesloopt moet worden, dat is nog maar de vraag. Mogelijk dat we nog delen wel in stand kunnen houden. En misschien zelfs wel een heel groot gedeelte, omdat je daar best iets moois van kunt maken misschien. Okay. Nou, dank u wel. Dan gaan we nu naar een filmpje. Want elke keer bij iedere lijsttrekker halen we er één kleine kern uit. En daar gaan we naartoe om te kijken hoe het er daaruit ziet. En dit keer is dat Zijtaart. Ja, dat was Zijtaart. We gaan over uw verkiezingsprogramma praten. Een van de opzetten natuurlijk van die fusie was dat er wat groter geheel werd, grootschaligheid. Maar nu lees ik in uw verkiezingsprogramma dat u gaat voor kleinschaligheid. Hoe kunt u dat met elkaar rijmen? Nou, dat valt goed met elkaar te rijmen. Toevallig is het net een filmpje geweest van Zijtaart. Wij hebben natuurlijk toen wij samen gingen met die 6 partijen, onder andere om te voorkomen dat het de keuze heel diffuus wordt, goed gekeken naar de verschillende kernen en de dorpen. En kijk, het bestuur, ik zie wel in dat mensen bang zijn voor, oh jee, alles komt op afstand en er zitten daar in Veghel aan de mensen iets te verzinnen. Anderzijds begrijp ik, uit Rosmalen bijvoorbeeld, maar ook uit Zijtaart en Boerdonk, waar ik natuurlijk de afgelopen weken geweest ben, en andere kleine kernen rondom Rooij en Veghel, dat die helemaal niet zo ontevreden zijn met dat ze onder een grote gemeente vallen. Het klooster in Zijtaart heeft miljoenen gekost. Dat zouden zij zelf met hun kleine gemeenschap nooit hebben kunnen opbrengen. Dat vind ik in Wijbas ook. De mensen hebben heel veel zelf voor elkaar gekregen. En de gemeente die schuift aan als dat nodig is. Je moet aansluiten en niet zelf steeds verzinnen. Dus jullie zijn ook voor een budget bijvoorbeeld voor die dorpsraden? Ja, maar wel op het moment dat zij daar zelf zeggen van we zijn eraan toe. Of als ze ook het zaak zo georganiseerd hebben dat ze weten van binnen onze gemeenschap is dat ook geaccepteerd. Je moet een beetje opletten dat je een wijkraad ineens een heleboel geld geeft, want dan zouden ze wel eens een hoop ruzie kunnen krijgen. Zoals de wijkraad zo georganiseerd is, dat de wijk zegt van nou, die mensen kennen we. Hoe kun je dat controleren of die echt gedragen wordt door een wijk? Of, nou, we hebben eigenlijk bedacht
dat in Meijerijstad dadelijk, er komen de vier wijk contactfunctionarissen. En die gaan zich elke dag in de verschillende wijken begeven. En dan zie je ook stapsgewijs wel van deze wijk. God, er hebben heel veel mensen die zich daarmee voor inzetten. Kijk, ik zit zelf het dichtst bij het Wijkbos. Die hebben echt heel veel vrijwilligers. Ook een opzet waarvan bijna de hele Wijkbos denkt van ja, dat is vertrouwd. Dan ga je die ook meer verantwoordelijkheden geven. Ja, ga maar eens kijken, doe je eigen ding. Hier heb je budget en probeer het maar op te lossen. En dat hebben ze eigenlijk hartstikke goed gedaan. Maar niet elke wijk kun je daarvan verlangen. De sociale samenhang is heel... Per wijk kijken hoe dat... Is heel verschillend. Ja, echt per wijk kijken, maar wel zo ver mogelijk gaan. Probeer het zelf te doen. En vraag het aan ons als je ons nodig hebt. En absoluut, het bestuur moet zich niet zo opdringen. Ja. Dat vind ik in heel veel plekken dat die allemaal denken van... Wij weten wat goed is voor jullie. Dat is vaak helemaal niet zo. Mensen weten zelf heel goed. Geef nou een ander puntje. Ja. De openbaar vervoer. Jullie willen een adequate busverbinding naar iedere kern. Maar wat is nou het woord het adequaat? Wat verstaat u onder het woord adequaat dan? Ja, je moet gewoon overal kunnen komen. Dat is toch heel even. Maar één keer per dag is misschien geen adequate busverbinding. Of drie keer per uur misschien ook niet. Dus waar zit dan de norm? Je moet natuurlijk heel goed gaan kijken wat de bus, wat Arriva bijvoorbeeld zelf wil, wat ze kunnen. Die gaan heel snel aanstrepen in lijnen waarvan zij denken, die zijn niet rendabel. Daar moet je goed mee in overleg. We hebben natuurlijk hoogwaardig openbaar vervoer. Dus er wordt steeds meer gekeken naar plekken waar veel mensen opstappen. En dan zul je zelf moeten gaan kijken. Toevallig in het Wijbers ligt nu die vraag, om maar weer eens even dicht bij huis te blijven. En dat ligt in meerdere plekken. In Boerdonk hebben ze ook een eigen dorpsauto. Van joh, hoe kunnen wij zelf zaken regelen? Of met wat hulp van de gemeente zeggen van, kan er niet een buurtbus komen? Kunnen we iets regelen? Waarschijnlijk hebben we dan inderdaad in samenwerking met mensen die in dagbesteding zitten, het Binnenveld bijvoorbeeld. Die mensen worden daar gebracht en om 10 uur zijn ze daar en om 4 uur worden ze weer opgehaald. Dus tussen 10 en 4 mag onze welzijnsinstelling gewoon gratis gebruik maken van die bus. En dan zeg je tegen mensen, wil je een keer gaan winkelen, wil je een keer het dorp in? Ja, maar dat is dan wel iets anders dan een busverbinding, neem ik aan. Dat is gewoon een particulier of iets wat van punt A naar punt B gaat en terug, maar niet echt dat mensen in kunnen stappen langs een route. Nee, dan krijg je inderdaad toch de regiotaxi. En probeer te voorkomen en er jezelf hard voor maken dat er in ieder geval een lijn op een bepaald moment, dat is wat Wijbos nu bijvoorbeeld ook doet, die lijn wordt geschrapt. Dan kun je dan niet een paar keer door het Wijbos rijden en een keer een uitzondering maken, Arriva. Dat je een paar keer per dag wel even de lange route neemt. Dan verdien je op grote termijn toch wel. Maar het is wel zonde. Dan stappen daar wel wat minder mensen op. Maar misschien dat ze voor elke dag 2 of 3 keer wel even een uitzondering willen maken. Dus er wordt een overleg met Arriva en de provincie bekeken ook. Ja, dan moet je in ieder geval proberen om daar zoveel mogelijk uit te halen. Want zij denken natuurlijk alleen in geld en wij denken meer in leefbaarheid. Nou, ik ga even naar de woningbouw. Jullie hebben opgeschreven, de woningbouw moet evenredig verdeeld worden over de kernen. Ja. Maar is het niet beter om vraaggericht, waar in welke kern ligt nou meer vraag en een andere kern misschien iets minder, dat plaats van niet evenredig verdeeld? Daar heb je gelijk. Hoe zien jullie dat? Daar heb je gelijk. Want pak ik even Boerdonk. En dat heb ik wel gezien. Een week of 2 geleden was ik daar. Van dan moet je toch op gaan letten. Want hier gaat de school heeft nog echt weinig leerlingen. De huizenbouw die stagneert. Ja, dan moet je toch echt wel met de corporatie gaan praten. Van luister even. Het is goed. Ik weet wel dat jullie daar en daar veel grond hebben liggen. Maar hier is toch even iets anders nodig. Nou hebben we gelukkig sinds de nieuwe woningwet echt wel de mogelijkheid om met prestatieafspraken duidelijk te zeggen van de woonvisie en de woonwensen liggen hier iets anders. Hier moeten we echt even de nadruk op gaan leggen. En dat zijn stevige onderhandelingen soms. Want je hebt de neiging om te gaan bouwen waarvan je denkt, hier kan ik het makkelijkste geld verdienen of het makkelijkste verhuren of verkopen. Maar soms is het op plekken nodig van dat er hier moet echt gebouwd gaan worden, want anders dan gaat de leefbaarheid van het dorp. Nou ja, je snapt wel dat bij ons hoog in het verhaal staat, die leefbaarheid. En dan moet je echt even op je streep gaan staan. Ja, iets anders wat ook nog in het programma is de opleiding Agri-Food. Wat gaan kinderen die daar naartoe gaan leren? Ja, die kunnen van alles leren. Kijk, het leuke is dat, je zegt de opleiding Agri-Food. Dat Agri-Food kan ook zijn alles wat ermee te maken heeft. Hè. ICT, logistiek. Het zou mooi zijn, maar dat zullen anderen misschien in hun programma ook hebben. Ik heb er vanuit de basis enigszins ervaring mee, omdat wij bijvoorbeeld met het Koning Willem 1 college, Vught en de Bos liggen lekker dicht bij elkaar, op een gegeven moment gezegd hebben, wij hebben in de gevangenis zo vaak mensen nodig met dit beroep, vergelijk het met Agri-Food Capital, met Agri-Food, wij hebben heel veel beveiliger 2 opleiding nodig. Die is hier in de buurt niet. Dan zegt een school, wij gaan gewoon die opleiding verzorgen. En dan zeggen wij, een hele klas per jaar nemen wij af.
Dus dat betekent, je kunt gewoon leerkrachten aannemen, je kunt die training gaan, die opleiding gaan geven, 2 jaar. Maar wat voor concrete vakken worden er dan op die opleiding aangeboden? Want dat zou moet de leidgraaf dat doen? Want ik las ook ergens anders dat een hbo-opleiding moet doen. Daar ben ik ook groot voorstander van. Maar welke onderwijsinstelling gaat dat dan voor zorgen? Ja, net degene die jij zegt, dat kan de leidgraaf zijn, dat kan ook Avans zijn of dat kan Fontys zijn. De ondernemers en de overheid die zouden lef moeten hebben om echt op het onderwijs af te stappen en te zeggen, wij hebben nu in mijn Rijstad behoefte aan deze opleidingen. En dat betekent, magazijnmedewerker bijvoorbeeld, we hebben hier heel veel bedrijvigheid, of we hebben mensen nodig rondom de logistiek, of we hebben mensen nodig bij transport. Jullie moeten die opleidingen geven. En het gekke is dat dan de overheid en de ondernemers tot de ontdekking komen, dat de onderwijs zegt van, hey, wat fijn, eindelijk komt er iemand vertellen waar behoefte aan is. Eindelijk krijgen ze bijna een baangarantie. Want wij hebben hier per jaar zoveel mensen nodig. Geef die opleiding. Nou, agrifood noem jij net. Ja. Dus we zorgen in de tuinbouw of in de landbouw of mensen die in het groen werken. Als wij zeggen, we hebben elk jaar 30 mensen nodig, ga gewoon die training geven. En dan kun je zelf daar inhoud in mee aan geven. Dus er moet echt veel meer overleg komen tussen de vraag van het bedrijfsleven en het aanbieden van de scholen. Je hebt soms van dat Calimero-gevoel, van we hebben altijd pech, ik kan niemand aankomen in de techniek. Dan zeg ik, stap dan gewoon naar de onderwijsinstelling toe. Zeg, jullie geven toch onderwijs om rendement op te leveren, om mensen een baan te geven. Wij hebben hier behoefte aan. En dan blijkt vaak dat ze ook bereid zijn om die training te gaan geven of die opleidingen te gaan verzorgen. We hebben het met bewaarders gedaan in de gevangenis, met sociaal-pedagogisch werk. Vaak kwamen ongeschoolde mensen daar werken. Hè. Die hebben in de bouw gewerkt of zijn in militair dienst geweest en die worden bewaker. Nou, dat is een hartstikke mooi beroep. Gaandeweg moeten die wat dingen kunnen met gedetineerden. Want die hebben natuurlijk allerhande vragen en allerhande verslavingen of agressie. En toen hebben wij gezegd, je kunt hier een schaal hoger komen of je kunt meer gaan verdienen als je een sociaal-pedagogisch werkopleiding volgt. Nou, dan konden ze allemaal naar het Koning Willem 1 college. Pak maar weer, die kerkenbest. Ook de leigraaf trouwens. Ja. En ga die opleiding halen en dan kun je hier je beroep beter uitoefenen. Prima. De aansluiting N279 in Zijtaart of variant eerder. Jullie hebben nog niet echt een keuze gemaakt tussen welke optie jullie willen? Nee, dat klopt. Hebben we ook niet. Ik vond het eerlijk gezegd zelf ook heel moeilijk. Het leeft al heel lang in Veghel en Zijtaart en de omgeving. Ik denk, laten we eens even goed kijken van er moet iets gebeuren. We worden straks echt een belangrijke stad. Dat klinkt misschien een beetje. Ja, maar gek, ik wil het even bij de punt houden. Van, u weet nog niet wat u wil of hebt u al wel een idee? Want met zijn Zijtaart zijn we wel erg benieuwd naar. Van, goh, krijgen we nou die snelweg door ons dorp heen of niet? Nou, wat mij betreft komt die er niet doorheen. Nee. Dus laat ik maar eventjes klip en klaar zijn, klare taal spreken. Dus er moet echt nut en noodzaak aangetoond worden. Anders gaan we er echt op een andere plek zoeken. Maar de N279, even voor alle duidelijkheid, je kunt er ook niet omheen. Want dan zeg ik toch weer mijn eerste verhaal. Als je ziet waar mijn Rijstad ligt, moeten we echt aan eruit halen wat erin zit. Zorgen dat we, nog los van de bus die jij net zegt, openbaar voor het kanaal, de bereikbaarheid over de wegen, die moet echt perfect zijn. Want je kunt Rotterdamse haven richting Duitsland, richting Nijmegen en Os, daar zitten wij tussenin. Ja, daar valt gewoon een heel boel te halen. En als het regent, wil ik wel een dubbeltje mee opvangen. Bent u ook wethouderskandidaat dadelijk, als mocht u in de coalitie komen? Ja. Ja? Oké, duidelijk. Dan gaan we naar een heel ander onderdeel. Dat is namelijk de Mijn Rijstad quiz. Ja, in de Mijn Rijstad quiz kijken we of de lijsttrekkers wel iets weten van onze nieuwe gemeente Mijn Rijstad. U ziet hier een aantal kernen. Ja. Ik heb in mijn hand een hoop koren, dus ik hoop dat u een beetje muzikaal onderleg bent. Ja. En u krijgt een koor te zien en de bedoeling is dat u die aan de rechterkant op het bord achter de goede kern hangt. Ik ben benieuwd. La Vita. La Vita, schijnbaar. Bel Canto. Bel Canto, jeetje mina, waar zit Bel Canto? Zit u de rode? Transparant. Oh, dat schijnt al. Kan er dan. Oh, de Vita Nova is er. Wacht even, dit is verkeerd. Transparant. La Vita. Ja. La Vita. Mariade. Novelty. Jeetje mina, Novelty, waar zitten jullie? Novelty, Keldok. Tessitura. Tessitura, zeg me helemaal niks. Holland, hartstikke idee. En Polyhymnia. Man. Wat is dit nou? Ja. Lastig, hè?
Waar blijft nog Wijbos over, maar u twijfelt al of dat dit... Podium, ja, zit niet in het Wijbos, dat geloof ik niet. Dan haal ik La Vita eventjes naar Wijbos, maar volgens mij zal er wat transparant zijn. Dan wisten die twee gewoon om. Het is wel een moeilijke naam, ja, wie verzint zoiets? Polyhymnia. Nou, ja. We doen het zo. Heel goed. Nou, alleen is er, ja, is er eigenlijk geen eentje goed. Nee, dat was ik aan bang voor. Transparant, die oefent in het Wijbos. Ja, dat betwijfel ik al over. Ja, en Tessitura komt dan uit Schijndel. Polyhymnia uit Olland. En Belcanto uit Keldonk. En La Vita uit Mariaheide. En dan Novelty uit Sint-Oederode. Zij oefenen in Wijbos. Ja. Oh, ja, ja, dus die, ja, die moest omgedraaid worden. Super, maar goed, in ieder geval gaan we nu wel naar de 30 seconden pitch. Dus u krijgt die camera en u hebt 30 seconden om de kiezer te overtuigen om straks 23 november op 10 mei Rijstad te... Helemaal goed. Ja, bent u klaar voor? Ja hoor. Gaan de 30 seconden in. Beste kiezer. Ja, 10 mei Rijstad. Ik heb zojuist een gesprek gehad hier met Michiel. Ik zou zeggen, we zijn al 2 jaar bezig met proberen de kernen bij elkaar te krijgen, de partijen bij elkaar aan elkaar te verbinden en te zorgen dat iedereen tot zijn recht komt in de nieuwe gemeente. Het lijkt alsof het heel groot wordt en de kunst is om dicht bij jezelf te blijven. De bestuurders die besturen en de mensen die maken de sfeer uit en de leefbaarheid van de omgeving. Probeer ze in hun eigen kracht te zetten, probeer aan te sluiten bij de mensen. En niet de baas te spelen. En dat waren de 30 seconden. Dat is. Ja, ik zou zeggen bedankt voor uw komst. U bedankt voor het kijken. En de volgende keer zijn we er weer. En dan weer met een nieuwe lijsttrekker. Namelijk Menno Roosendaal van de PvdA. We'll be right back.